Oh nee. Goedemorgen, van op de pitwall. Welkom op dag 2 van Kerstop. En nu is het eindelijk tijd om te vertellen wie de winnaar is van onze eerste giveaway. En de winnaar is... Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Wraps of the Week. Deze week gaan we deze zeer mooie blauwe Taycan beschermen met X-Pel. We doen ook een herstelling op deze 812 Superfast. Een volledige lakbescherming op de Volvo XC90. En we hebben nog een paar coole color changes. De Porsche 911 Cabrio Turbo S in de Space Silver. Een nieuwe kleur van Avery. Dus meteen een mooie look voor die Turbo. We hebben de Twingo afgewerkt in het zilver met blauwe afmetingen. We krijgen nog lakbescherming op deze Polestar. En dan nog een color change op een Jeep Grand Cherokee. Daarnaast doen we ook, starten we al aan de color change van de Suzuki Jimny. En doen we een print op een Mazda MX-5. Een beetje retro thema. Komt helemaal goed. Check out the Wraps of the Week. Goedemorgen en welkom vanop Curbstone. Onze cameraman is er vandaag niet bij, dus doen we het even op deze manier. Een speciale editie, want er komen heel wat Zweedse gasten over de vloer. De Curbstone van Zweden, als het ware. En zoals je kan zien op de beelden, die rijden niet altijd met Volvo's. Ze hebben twee prachtige Dodge Vipers bij en die gaan straks natuurlijk knallen op het circuit. Als die straks een reiniging nodig hebben, dan gaan wij van BC Signature daarvoor zorgen. De pitlane is vandaag gevuld met heel wat Zweedse voertuigen. En zoals ik daarnet al zei, het zijn niet allemaal Volvo's. Enkele prachtige wagens, waaronder deze Lexus Evala, die we niet zo heel dikwijls op het circuit terugzien. Deze wagen in, ja, een beetje Zweeds geel. Een super speciale vorm. Een prachtig uitlaatsysteem achteraan. Die gaat hier zeker veel plezier beleven.
weergekeerd op Curbstone. De eerste dag zit erop. Alle bolides die staan nu netjes geparkeerd en we zijn klaar voor morgen. Dag 2 Curbstone. Tot dan. Goedemorgen vanop de pitwall. Welkom op dag 2 van Curbstone. Curbstone, dag 2. We hebben een prachtige exoot onder onze tent staan die volledig gereinigd wordt zodanig dat de sporen van het circuit er helemaal af zijn. Een prachtige oranje kleurige Dodge Viper die hier net heel wat rondjes heeft gedraaid. En wij gaan ervoor zorgen dat de rubber allemaal verdwenen is en dat de wagen mooi blinkend terug naar Zweden kan. Kleine midweek update. De Jeep Grand Cherokee is al goed vooruitgegaan. Die wordt volledig gerapt in matte charcoal. Met dan nog mat zwarte accenten. De meeste mensen laten deze speciaal spaten. Maar de eigenaar van deze wagen wil terug al de onderste accenten in mat zwart. Dus dat gaan we allemaal aanpassen. Er zit ook een mega coole SRT motorcap op. Dus dat gaat een keistoere Grand Cherokee worden. Dan hebben we de retro wrap op de Mazda MX-5. Ja, eigenlijk iets van in de racerij. Renown Mazda in oranje en groen. Daar komt niet alleen de print op, maar daar zetten we bovenop ook nog eens een X-pel. Zodat die print zeker goed beschermd is voor een mogelijkse trackday. Dan hebben we de fonkelnieuwe Space Silver wrap op de Turbo S Cabrio. Bangelijk grave kleur. Hè. Ziet er eigenlijk een beetje uit als naakt metaal. Beetje DeLorean-achtig. Het is wel echt super futuristisch, dus dat gaat mega dik zijn. Dan hebben we de XC90 in een volledige X-pel lakbescherming gekregen. Het is dan nu uit te drogen, zodat we die kunnen afwerken. En hetzelfde geldt voor de Taycan. Die heeft dan een platinum pak gekregen, dus een volledige snuit. En die staat ook te wachten op zijn afwerking. De Ferrari 812 is zo goed als klaar voor te leveren, zodat die ook terug zorgeloos kan knallen. Mijn naam is Thibo, ik ben 20 en dit is mijn BMW 118i. Hallo, ik ben Sanne IJswijn, dit is mijn BMW E46 sedan. Hey iedereen, dit is mijn BMW E88 Cabrio van 2012. Deze is momenteel mijn BMW 218 Gal Coupé. Hierbij heb ik mijn Volkswagen Golf 6 GTI. Deze is mijn Astra K. Tesla Model 3 is een luxueuze wagen. Hallo, ik ben Dieter Lenoir, dit is mijn Karen. Achter mij staat mijn Mercedes 480. En nu is het eindelijk tijd om te vertellen wie de winnaar is van onze eerste giveaway. En de winnaar van onze eerste giveaway is Chloe. Proficiat Chloe, jouw BMW 1 Cabrio krijgt een prachtige wrap hier bij ons bij BC Signature. Mijn collega heeft al contact met jou opgenomen en binnenkort kan je dus langskomen om de auto binnen te brengen en hem bij ons volledig te laten wrappen. Tot zeer wrap uiteraard.
Voor de rest hebben we deze week nog een paar heel leuke auto's, dus blijf zeker even kijken. Kan er iemand even zeggen waarom dat ik hier dan niet uitpak? Got it! Crap! Hij is klaar voor levering, de Mazda MX-5 Renown Wrap, gebaseerd op de 787B racecar. Hebben we eigenlijk dezelfde livery gerecreëerd. Een volledige print aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Niet alleen de slaatkanten, maar zelfs de deurpanelen van deze MX-5 zijn mee gerapt. Dus deurpaneeltjes, detailjes in het dashboard, allemaal meegenomen. Dus als we zeggen volledig een binnen- en buitenkant, bedoelen we volledig een binnen- en buitenkant. Full color print wrap. En bovenop de wrap hebben we nog twee dingen toegevoegd. Dat wil zeggen, we hebben een X-Pel Platinum pak. Dus je ziet lakbescherming, transparante folie op de snuit van een auto tegen steenslag en krassen. Moest een auto ook effectief op circuit gaan rijden, dat hij even mooi blijft als dat hem nu is. En daarbovenop hebben we onze X-Pel Fusion Coating aangebracht. Dus een keramische coating over de folie, over de X-Pel en over de print. Zodat heel de wrap ook nog eens water- en vuil afstotend is. En deze prachtige MX-5 ook altijd super mooi zal blijven glanzende en proper blijven. We wensen de nieuwe eigenaar alvast ontzettend veel rijplezier.
De Renown MX-5 is geleverd en dat wil dan ook meteen zeggen dat we op het einde van de Wraps of the Week van deze week zitten. Nu, volgende week staan er wel een paar beauties klaar, onder andere deze Porsche 992, de R8 Wrap in Innozetech. Midnight Green, dat gaat ook uiteraard een heel speciaalke zijn. En we krijgen onze allereerste Porsche Taycan Cross Turismo, is eindelijk uitgeleverd en komt deze richting uit. Dus abonneer je zeker en druk op het belletje voor een melding voor onze volgende Wraps of the Week. Tot wrap!